als inderdaad er mankementen zijn, als inderdaad een bevelsysteem daar is, als er inderdaad mensen hun ID-kaarten daar allemaal niet kunnen krijgen, of ID-kaarten niet gemaakt kunnen worden, en als er andere organisatorische en logistieke problemen zijn, hef die avondklok vandaag op, dan heb je 4 effectieve dagen, dan werk je 24 uur per dag, en dan zorg je ervoor dat er een organisatie komt in die verkiezing, en wij van VAP zijn bereid om daar ondersteuning te geven, want we hebben voldoende kader en deskundigheid om hun te helpen. Want dat is het grote probleem. Als ze inderdaad eerlijk bezig zijn die verkiezingen te organiseren, dat er een capaciteitsprobleem misschien is. Hef die avondklok op. En als het kan vanaf morgen, overmorgen, tot en met dinsdag. Hef het op. Voor die goede verkiezingen. En ik ga u uitleggen waarom. Als je inderdaad een goede verkiezing wil, eerlijke verkiezingen wil, transparante verkiezingen wil, stembureaupersoneel moet daar ready zijn, werkers moeten ready zijn, toezicht moet ready zijn, dan beginnen die werkzaamheden 2 uur in de ochtend. Altijd bij elke verkiezing. Om alle voorzieningen te treffen om te kunnen stemmen om 7 uur. Wel, je hebt avondklok. Hoe ga je dit doen? Of zeg je nee, een paar mensen mogen dat wel doen. Voorzitter mag het wel doen, die krijgt een pasje en die mag met zo'n stem beschouwen daar zo. Dat is niet de procedure. Er moeten check and balances zijn. De wet geeft precies aan hoe die hele procedure is. Dus dit geeft al aan organisatorisch, je moet die avondklok opheffen. Tweede is, je gaat, en dat zie je ook in de resolutie, welke voorzieningen getroffen zijn in de resolutie voor die dag van de stemming. Met social distancing, hygiëne, potlood, alles is geregeld daarin. Ik heb het eerder gezegd in de persconferentie. Je mag het berekenen, mijn mensen, al die handelingen. Is gemiddeld in een stembureau per persoon ongeveer 3 minuten. Om alles in acht te nemen. 3 minuten. Gemiddeld aantal kiezers per stembureau is 600 gemiddeld. Soms is 650, soms ietsje laag, soms is 700. Gemiddeld 600. Berekent u maar. 600 maal 3 minuten. En hoeveel uren je nodig gaat hebben om te stemmen. Wel, dan kan ik je zeggen, bij sluiten van 7 uur gaat een rij daar zijn van zeker een paar 100 mensen. Ook op grond daarvan, hef die avondklok, maar tref andere voorzieningen. Bijvoorbeeld, simultaan laten stemmen. 2 mensen gaan direct het stemlokaal binnen. 1 gaat links, 1 gaat rechts. Het stembureau personeel is daar. Het zijn simpele voorzieningen die je kan treffen. Met een achtnemen van COVID. Als je toch zegt nee, je wil geen avondklok opheffen. Nou, geef iedereen dan een avondpas. Alle werkers moeten een avondpas krijgen die dag. Alle mensen die dag gaan werken. Alle politieke partijen moeten ook een avondpas krijgen. Want wij gaan het lokaal niet verlaten. Wij gaan het lokaal niet verlaten. Bij avondklok. We gaan daar blijven. Want het zijn onze stemmen die daar in die bus zijn. En wij gaan onze stemmen beschermen en beveiligen. En jullie weten wat er in Guyana gebeurd is, toch? Jullie weten wat er in Guyana gebeurd is. Met het stoppen van die tellingen. Wij trekken ook lering wat er daar gebeurd is.